ging hij soms wel cijfers geven. Wat je voor cijfer? Koevermans, een 3. We speelden weer met 10 man vandaag. Weet je dat? Zoiets, hè? Ja. Ja. Ja, goeiedag, beste kijkers. Vandaag ben ik in het altijd gezellige Brabant en om precies te zijn in Helmond. En vandaag bezoek ik een echte goaltjesdief. Althans, dat was hij. Oudspits Danny Koevermans. Hij speelde onder andere bij PSV, AZ, Sparta en kwam zelfs nog 4 keer uit in het Nederlands elftal. Ik ga even kijken of hij thuis is en hij woont in een prachtige wijk hier. Dus ik nodig hem uit om een wandelingetje te maken. Danny Koevermans. Wat is het? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed hoor. Zullen we gewoon een lekker rondje gaan lopen? Helemaal prima. Je bent inmiddels al een tijdje gestopt als profvoetballer. Ja. Maar hoe is jouw droom om profvoetballer te worden uiteindelijk tot stand gekomen? Nou ja, eerlijk, ik had nooit echt de droom om profvoetballer te worden. Het is, nee? Ja, een soort ontstaan en het is me toegekomen. En uiteindelijk heb ik in tweede instantie toegehapt om bij Sparta te beginnen. Ik wilde liever bij mijn amateurclub blijven en op stap gaan. Oh, echt? Ja, toen werkte ik bij de PTT. En ja, toen ben ik dus gestopt na 3 maanden. En toen kwam dat jaar dus Sparta voor de tweede keer. En toen dacht ik dus inderdaad, weet je, laat ik het maar proberen. Bij Sparta ging ik gewoon als amateur beginnen. In het tweede. En binnen 5 weken had ik een 4-jarig contract. Ja, en daarna is het eigenlijk alleen maar steeds omhoog gegaan. En ik had nooit verwacht dat ik het zou schoppen tot waar ik het allemaal geschopt heb. Ja, uiteindelijk komt de Koef bij AZ terecht. Ja. Hoe speciaal was het voor jou dat je in die periode in Alkmaar ook international werd? Een soort ongeloof eigenlijk. Want ik had net al verteld dat eigenlijk me een soort alles overkwam. Dus die transfer van Sparta naar AZ, dat overkwam me. Ik vond het mooi. Van Gaal werd de trainer. In mijn tweede jaar AZ topscorer van de ploeg werd. En dat ineens Oranje erbij kwam. Hoe kan dat nou? En toen werd ik ineens geselecteerd. Ja, dat was gewoon in je arm knijpen. Toch wil ik eventjes nog een open wond bij jou openmaken. Eventjes voor de mensen die het niet weten, toen was die krankzinnige slotdag. Ja. AZ, Ajax of PSV, die konden de titel binnen. Jullie hadden de beste kaarten. Ja. Even winnen op Woudestein. Ja. Maar wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ja, de eerste 2-3 kansen waren voor ons, die gingen mis. Daarna kreeg de keeper rode kaart, Boy Waterman. En moesten met 10 man verder. Uiteindelijk hebben we nog een spannende wedstrijd van gemaakt. Maar in de 94e minuut was het doek gevallen omdat Excelsior de 3-2 maakte. Waardoor wij echt zeker wisten dat we geen kampioen werden. Ik kan nog veel terughalen van die dag. Ja, en hoe springt je meteen op de voorgrond? Nou, het verdriet, het ongeloof, de kans die we gemist hebben. Ik dacht echt dat mijn enige kans ooit zou worden om kampioen te worden. Dus alles viel in duigen. Ja, dat was echt verschrikkelijk. De week daarna moesten we bekerfinale spelen. Toen weet ik nog wat, er was Van Gaal kwaad, jongen, in de kleedkamer. Schreeuwen en schelden. Wat zei hij allemaal? Ja, weet ik niet precies, maar het ging meer van... Hij ging iedereen erbij betrekken en jullie schuld en alle mensen bij AZ hebben op jullie gerekend. En, nou, in ieder geval van de kantinejuffen tot die. En, hij was echt laaiend. En eerlijk is eerlijk, toen speelden wij die bekerfinale, een week later, tegen Ajax. Ja, toen stond AZ er gewoon weer. Alleen ja, we verloren die ook na strafschop. Ja, wat je net al aangaf, Louis van Gaal was je trainer. Ja. Wat is het... Het krankzinnigste, maar ook weer het grappigste wat je met Louis hebt meegemaakt. Ja, als hij was bij mij, dan zei hij wel eens, ging hij soms wel cijfers geven. Wat je voor cijfer? Koevermans, een 3. We speelden weer met 10 man vandaag, weet je dat? Zoiets, hè? Ja, ja. Ja, zo ging dat dan. Is het ook de beste trainer die je gehad hebt? Ja, zeker. Absoluut, zeker op veld. En dan laat ik hetgeen wat er gebeurde toen ik eigenlijk het bericht van hem kreeg dat ik niet goed genoeg was. Dan laat ik dat even buiten beschouwing, want dat was niet leuk. Wat dan? Vertel. Ik kreeg na de laatste wedstrijd play-offs kreeg ik van hem in een persoonlijk gesprek te horen. En ik weet het nog donders goed. Jouw niveau zit hier. Het niveau AZ naartoe zit hier. Dit niveau, dat hou jij niet. Je bent niet goed genoeg. Dus ongelooflijk wat ik nu ga zeggen. Na zoveel goals, zoveel assists. Je mag van mij toch uitzien naar een andere club. Maar hij zei daarna nog wel. Maar je hebt dit jaar zo goed gedaan. Dus we gaan je contract wel verlengen en opwaarderen. Maar je kan toch uitzien naar een andere club. Omdat ik vind als mens dat ik eerlijk tegen je moet zijn. Dus toen werd ik van een gewaardeerde speler van AZ werd ik ineens handelswaar. Ja. Toen moesten ze ineens over mij ook zoveel mogelijk geld aan me verdienen. Uiteindelijk word je dus verkocht aan PSV.
Ja, hoe was je periode daar? Ja, prachtig. Ik werd met open armen ontvangen. Ik moest de eerste week echt wel wennen. Maar ja, al met al zat ik op een PSV en heb ik echt gewoon een prachtige tijd gehad. Zeker de eerste 3 jaar genoeg gespeeld. Alleen het laatste jaar, dan zit je dus weer op zo'n fase dat je... Wat is het met Rutte? Met Rutte. Dan merk je dus inderdaad van, hey, dit gaat er niet meer worden. Toen ook iets gedaan waardoor de band tussen Rutte en mij ook die was niet meer te lijmen eigenlijk. Ik kwam net terug bij op de hertgang. En toen tikte hij me zo op mijn schouder. Zo tik, tik, tik. Toen zei hij, je bent morgen vrij, maandag met de tweede meedoen. Toen ben ik dus voor het eerst, voor de tweede keer in mijn carrière, ben ik echt mijn trainer naar binnen gelopen. En toen zei ik echt, ja, weet je, ik ben het er niet mee eens. Weet je, ik doe het gewoon niet. En toen heb ik iets gedaan. Daar sta ik wel achter, maar dat had ik nooit mogen doen. Toen heb ik gewoon gezegd, nou ja, ik kan geen werk weigeren. Dus dan ga ik op het veld staan. Ja, en dan is heel triest, maar dan doe ik gewoon echt niks. Marco Roelofsen was toen de trainer. Erik ten Hag was toen assistent. Ja, dat werd een soort machtsspel. Dus ik zei alleen maar, ja, weet je, heel triest, je hoeft mij niet te zoeken. Want ik ga buiten spel lopen. Ik wil er niet, want ik vind het echt, ik vind het gewoon zo, ik heb nu zo'n naar gevoel over hoe het gaat. Nou ja, en dat moment heeft de band tussen mij en Rut op dat moment, ja, natuurlijk gewoon was klaar. Hey, uiteindelijk speel je nog even in Canada bij Toronto. Kan ik dat zeggen, je carrière als een nachtkaars is uitgegaan? Absoluut. En dat heeft puur te maken met dat ik in Canada mijn kruisband scheurde. Maar ik had wel nog het idee, ja, ik wil wel mijn carrière waardig afsluiten. En toen kwam Utrecht ineens. En die zei dan, ja, we zoeken nog een pinch hitter. En Jan Wouters was daar toen trainen. Maar ja, ik viel bij Utrecht in hetzelfde riedeltje. Dus we gingen trainen. Boom, kuit. Moest ik weer herstellen. En toen ben ik naartoe gelopen. Toen zei ik, ja, het is klaar. Nu is het klaar. Mm. Ja, en dan is in feite is inderdaad zo de cirkel rond. Van amateurs tot postporen, tot profvoetballen. Tot weer amateurvoetballen. En dan amateur trainen. Ja.